Nog 5 dagen wachten voor Geert Neentjes en dan mag hij aan de bak op het WK darts van de PDC in Engeland. Het wordt voor Neentjes de 2e keer dat hij aan het WK deel mag nemen. Vorig jaar werd de jonge Urker in de eerste ronde roemloos uitgeschakeld door Nathan Aspinall. Vorig jaar was ik veel te onserieus aan het gooien, niet gefocust, iets te veel genoten, te veel gelachen. Ja, dat moet er dit jaar uit. In de aanloop naar het WK zoeken de Nederlandse darters Jeffrey de Zwaan, Jan Dekker, Almere Ron Meulenkamp en Neentjes elkaar op. Op de beurt trainen ze bij elkaar en dat is nodig ook. Ja, nou ja, luister, anders alleen op mijn slaapkamer trainen, dat werkt ook niet. Hier krijg ik gewoon veel lekkere wedstrijdritme. Ik sta met goede gozers te darten hier, dus mijn niveau, of je wordt er ook beter van. Met Meulenkamp heeft Neentjes een goede band. De 10 jaar oudere Almeerder staat de 21-jarige Urker graag bij met advies. Ik ben nog wel een beetje soms nog steeds wat te lacherig en zo. En Rondi weet wel hoe je als professional je moet gedragen. En dat heb ik nog niet. Of ik weet, dat wil ik wel leren. En hij is daar precies de goede persoon voor om het van te leren. Nou ja, ik denk dat hij wel een rondje beter gaat doen als vorig jaar. Laat ik zo stellen, in ieder geval zijn instelling. Vorig jaar was alles nieuw voor hem. En hij liep een beetje te genieten en te lachen en doen. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet door had dat hij eigenlijk die wedstrijd kon winnen. En Aspinall, waar hij dan van verloor, die loopt zo naar de halve finale. Dus dat had zomaar anders kunnen aflopen. Dus ik denk dat hij dat zich nu wel realiseert dat het toch even anders moet. Neentjes kijkt terug op een goed jaar. Die vorm hoopt hij mee te nemen in de eerste WK-ronde tegen de Belg Kim Huibrechts. Nou, ik ben sowieso niet de favoriet in mijn eerste wedstrijd. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ik geef mezelf echt wel 40% kans dat ik die wedstrijd wel gewoon kan winnen. En als ik gewoon goed gooi, dan wordt het een mooie wedstrijd. En ik weet dat ik wel mijn kansen ga krijgen. En die moet ik dan wel gewoon benutten. De wedstrijd tegen Huibrechts is op vrijdagavond. En dat zorgt voor wat zorgen bij Neentjes, want hij weet nog niet zo goed hoe zijn wedstrijddag eruit moet komen te zien. Nou weet die vraag, daar zit ik zelf ook nog mee eigenlijk. Dat ga ik zo meteen even vragen. Vorig jaar moest ik op woensdagmiddag. Toen was ik om 9 uur 's ochtends al in de zaal. Toen werd ik wakker ontbijten en naar de zaal. Kijk, nu moet je wel iets anders voorbereiden. Weet je, ga eens middags nog even gooien of ga vroeg van een bed af. Dat ga ik nog even vragen, dat weet ik zelf ook nog niet. Het is maar goed dat hier wat ervaring loopt. Precies, dat bedoel ik. Ja, goed uitrusten. Ja, je moet gewoon al zijn energie leggen in die wedstrijd. Dus vooral niet te vroeg erheen gaan. Maar gewoon lekker gezonde spanning opbouwen. En gewoon zoals je eigenlijk altijd het hele seizoen doet voor je wedstrijd in Engeland. Gewoon netjes op tijd, vroeg naar bed en dan fris aan de start verschijnen.